zo meteen aan die kant ook in de hand moet pakken. Dat doe je even aan en dan krijg je per tweetal een zaag van mij. Daarnaast hebben wij natuurlijk elk jaar een activiteit. Dat is de natuuropschooldag voor de schooljeugd. We gaan met zo'n 500 kinderen jaarlijks één keer de hei op. In oktober op de hei te ontdoen van ongewenste opgroei. Met allerlei activiteiten die daarbij horen. Een heel bijzondere dag die altijd zeer gewaardeerd wordt door alle kinderen en scholen. Al hard aan het werk geweest? Ja. Ja? Goed. Dus jij moet straks nog even hard aan het werk. Hé, hey, jullie komen hier voor de roofvogeldemonstratie. Wij gaan jullie van alles laten zien. Heel veel verschillende soorten vogels. Die Nederlandse nachtzwaluw is echt nog niet de helft. En die leeft heel veel, bijvoorbeeld op de heides. Dus hier in de buurt. Oh ja, kijk als je heel rustig bent. Deel ze een beetje, dan ga je een beetje samen. Hij kan dus op je hoofd gaan zitten. Jij hebt het gevoeld. Als je rustig blijft zitten, is er echt niks aan de hand. Nee, ik wil het niet. Kijk eens even. Nee, ik wil het niet. Prachtig, hè? Moet jij misschien zeggen? Het is het niet zo'n roofvogel, maar dan wel in het heel erg klein. Ik denk dit zat hier nog. Een stukje prooi, daar komt hij alweer. Hij heeft zo'n zin. En hij had het. Wie van jullie zag het? Waar greep hij het mee? Ja, roofvogels hebben een hele goede ogen. Dus we gaan hem met z'n allen in de gaten houden. Jullie kunnen ons helpen. Want hij gaat overal heen vliegen. En je ziet dat hij hoog gaat vliegen en best ver. En dan gaat hij een aanval inzetten. En dan heeft hij net mis. Nou, we gaan eens even kijken. Mag hij zijn prooi gaan hebben? Ja hoor. Zo, en dan midden in de struiken daar op de heide. Dat vindt hij wel prettig. Daar zit hij een beetje beschut. En dan valt hij niet op, want er zou ook een andere wilde roofvogel over kunnen komen die misschien zijn prooi zou willen afpakken. Dus wat gaat zo'n roofvogel doen? U laat het al zien met de armen. Hij gaat zijn prooi beschermen. Wij noemen dat mantelen. Dat is wel een mooi woord. Hij gooit zijn eigen jasje, zijn eigen manteltje, gooit hij over de prooi heen. Horen jullie hem praten? Mag ik niet voor mij? Je hoort hem van die kruisende geluiden maken. Het is echt heel zwaar. Op die manier is hij eigenlijk een beetje met elkaar kletsen. Wat een spanwijdte! Dat is wel 2,5 meter. Nou, daar gaat hij mee. We houden hem in de gaten. Hij mag van ons altijd heerlijk eventjes gaan zweven en cirkelen. Zo, oh, daar komt hij weer over. Deze zeearend is wel een beetje een bekende arend. Want dit is het clubsymbool van Vitesse. En vervolgens kan de wedstrijd beginnen. Dus Hertog, het clubsymbool van Vitesse. Prachtig, hè?